In deze video ga ik u laten zien hoe u via mijn Randbad vragenlijsten toegestuurd kunt krijgen door uw behandelaar en hoe u deze kunt invullen en terugsturen. Hier heeft u de mijn Randbad inlogpagina. Goed, we zijn nu ingelogd. Eens even kijken wat er klaar staat. Misschien zit het in mijn postvak. Ja, hier staan ze. Vul alstublieft deze vragenlijst in ter voorbereiding van het volgende medicatieconsult. En dan zie je dat er hierboven twee vragenlijsten klaarstaan om in te vullen. De vragenlijst voor de ADHD-symptomen. Dan kunt u dus kiezen of het een beetje af en toe, vrij veel vaak of. En zo vult u alles in. En als het klaar is, kunt u doorgaan en versturen. Laat ik dat eens eventjes doen. Oké, ze allemaal goed zijn ingevuld, dan kun je doorgaan en controleer uw antwoorden eventueel. En dan, als u dan op verzenden drukt, worden ze verstuurd. Oké. U kunt ook, als u het niet afkrijgt, het later voltooien. Dit is de bijwerkingenlijst voor ADHD die ook nog ingevuld moet worden. Nou, die doen we de volgende keer. Terug naar bericht. Dus op deze manier kunt u alle vragenlijsten invullen en terugsturen naar uw behandelaar. Ik laat u nu zien hoe u met behulp van uw smartphone kunt inloggen in mijn Randbad om de nog overblijvende vragenlijst in te vullen. Ik ga inloggen met Touch ID. Dan krijg ik een sms. 8247577. 8247577. En ik ben ingelogd. Ik ga nu naar de nieuwe berichten. Ik vind opnieuw de vragenlijsten. De kaars is al beantwoord. Dus ga ik nu nog de ADHD bijwerkingenlijst beantwoorden. En die ziet er hier wat anders uit. Maar dat werkt net zo goed. Ik scroll er doorheen en beantwoord alle vragen. En doorgaan. Je kunt nog controleren en veranderen en verzenden. Oké, ze zijn nu allebei verstuurd. En we zijn klaar.